Groningen en Inter Mugutap. Het is hier een doelpuntenfestijn geworden. Heel veel goals, 11 in totaal. Laten we gaan naar de hoogtepunten van de wedstrijd, waar de ploeg van Inter flink heeft uitgehaald. Inter was gekleed in hun gele outfit. Soms spelen ze met geel, soms met roodzwart. En Gerald Weitz, die scoorde 3 doelpunten op rij. In de 7e, in de 11e en in de 17e minuut. Hij maakte dus een glashelder hat-trick. 3 goals van Gerald Weitz. Het was duidelijk een easy walkover voor de ploeg van Inter Mugutapu. Groningen was geen partij voor deze ploeg. Hier weer heel makkelijk langzij, doel maar uit zijn doel, doel open en een doelpunt. Weitz maakte dus 3 goals op rij, zoals ik eerder aangaf. En daarna was het de beurt aan Selassie Zandveld. Die maakte doelpunt nummer 4 voor Inter Mugutapu. Heel makkelijk ging het. Groningen duidelijk geen partij voor Inter Mugutapu. Doelpunt nummer 5 kwam op naam van Gilberto Kroon. Dat gebeurde in de 24ste minuut. Doelpunt plus een kaart voor deze meneer. Kroon dus 5-0, Karim Kwasi 6-0, Gilberto Kroon 7-0, Shamil Edward 8-0, Miguel Garzon 9-0 en Naldo Kwasi 10-0. En Lehor Tolit die kon de eer redden voor de ploeg van Groningen. De eindstand was 10-1 voor de ploeg van Inter Mugutapu gisteren in het Dr. Ingenieur Franklin SZ Stadion.